Dat doet ontzettende pijn. Waarom? Ik kan erom huilen. Ik ga het niet nu doen, maar ik kan het wel. Het gaat om dit plantsoen aan de Achtergracht. De ASVO-school en het stadsdeel hebben plannen om ten koste van een aantal bomen het schoolplein uit te breiden. Nou, wat het met mij doet, is dat ik nu eigenlijk al niet meer uit mijn raam durf te kijken. Als ik de bomen zie en als ik aan denk dat ze weggaan, ja, dat is afschuwelijk. En ik moet hier ook absoluut niet zijn als dat gebeurt. Of ik ga erin hangen of ik ben weg. Eén van de twee. Want dit is echt een van de mooiste stukjes van Amsterdam. Een van de mooiste plekjes. Dat mag niet verdwijnen. Het is voor de ondernemers die hier wonen. Het hotel, de horeca, Stijm, het muziekcentrum. Niemand is daarin gekend. En we willen graag met de gemeente, met de school, met de bewoners weten wat is ieders mening. Wat is het beste voor iedereen? En niet alleen maar een 1-2'tje tussen gemeente en school. Stadsdeel Centrum wil het schoolplein uitbreiden vanwege de overlast die er nu juist in het plantsoen is. En ook zou er in het parkje een aantal incidenten hebben plaatsgevonden. Maar dan wordt het kale, dooie ruimte. Ik bedoel, dat is juist onveilig. Maar het schoolplein is toch niet zo heel dooi? Maar 's avonds wel. Overdag is het levendig. Maar het trekt gewoon, 's avonds trekt het gewoon vaak de verkeerde mensen aan. Dat is ook onze ervaring. Uiteraard begrijp ik dat elke school een groot en mooi en fijn en veilig schoolplein voor de kinderen willen. Dat willen wij als buurtbewoners ook. Wij willen daarom graag aanbieden om mee te denken met de school en met de gemeente. En dat meedenken kan nog op 27 mei. Dan is er voor alle betrokkenen een inspraakavond.